Ik vind Prince een geweldige componist, artiest en podiumpersoonlijkheid. Hij is, hij kan eigenlijk alles. Hij heeft een geweldige uitstraling op het podium. Hij componeert verrassende nummers met verrassende wendingen. Hij doet geen concessies aan het publiek, lijkt het. Misschien is dat wel zo, want hij blijft natuurlijk een popartiest en die heeft wel veel publiek nodig. En dat heeft hij ook, gelukkig. Ik weet nog dat ik, toen ik begin puberteit, dat ik de Love Sexy banden, die nooit meer zijn uitgekomen op DVD helaas, heb ontdekt. En ja, daar was ik mateloos door gefascineerd door ten eerste het fantastische spel, de geweldige band die om zich heen had. Ik was natuurlijk fan van Eric Leeds, de fluitist en de saxofonist van Prince. Maar de hele band, Sheila E., weet ik nog. Ik weet die gitarist met die gekke gordijntjes voor zijn ogen. Het was allemaal even verzorgd en even piekfijn in orde. Dus alleen al daarom vind ik dat Prince eer moet worden bewezen, omdat hij een popartiest is die boven het gemiddelde uitsteekt, vind ik. En zeker ook als componist. Maar wat ik nog meer wilde met Princepiration, ik ben naar het conservatorium gegaan en ik ben eigenlijk rond mijn 14e, 15e niet de liefde, maar de interesse voor de popmuziek een beetje kwijtgeraakt. Ik raakte rond mijn 13e, 14e bezeten door de Brecker Brothers, een Billy Cobham-CD die ik had, een beetje David Sanborn ook al, die kwam pas later. En toen ging ik naar het conservatorium, toen ging ik klassieke muziek studeren. En daar, jazz is altijd gebleven, de liefde voor klassieke muziek is ook altijd gebleven, maar de popinteresse is een beetje verdwenen. En ik heb heel veel crossover gedaan. Ik heb ook bijvak jazz bij Rutger Molenkamp gestudeerd. En op een gegeven moment, na 2 jaar was ik eindelijk, 2 jaar geleden pas, was ik klaar met studeren. Ik ben nu 36, ik was 34, 33 toen ik klaar was met studeren. Ik deed Nederlands Muziekprijs, dat is een belangrijk opleidingstraject. En als je hem uiteindelijk krijgt, de belangrijkste prijs die de staat aan een Nederlands muzikus kan geven. Dus ik dacht van oké, het is me allemaal gelukt. Ik ben bovenaan, wat dat dan ook mogen betekenen. Al die moeite. En nu, wat ga ik nu doen? Nou ja, ik speel heel veel hedendaagse muziek. Zeker de helft van wat ik doe is hedendaagse muziek, of misschien wel meer. En ik merk, ik heb een hele hechte vriendengroep, nog uit Brabant, Zeeland, waar ik vandaan kom. En die jongens en meisjes komen vaak naar mijn concerten. En als ik dan hedendaagse muziek speel, is de reactie toch vaak: ja, ik vond het wel knap wat je deed. Je zag goed uit het podium. Leek erop dat je wist wat je deed. Maar ik begreep het niet echt. De muziek is niet echt aan mij besteed. Dus ik dacht van hoe kan ik. En dat is natuurlijk een heleboel hedendaagse muzici zijn daarmee bezig. Maar hoe kan ik een hedendaagse muziek maken die toch niet alleen van nu is en origineel en goed en meerlagig. En wat dan allemaal ook wat je wil bij muziek. Maar ook aanspreekt. Bij een breder publiek dan alleen maar moderne muziekliefhebbers, die ik natuurlijk ook in de pocket wil hebben. Dus ik heb hem speciaal eigenlijk gemaakt voor mijn vrienden en dan ook nog speciaal voor de Prince-liefhebbers. Ik dacht, ik moet die twee gaan combineren. Ik ga hedendaagse muziek laten schrijven met de lengte van popnummers, geïnspireerd op nummers van Prince. Dus wat ik al wel heb gezien, is muzici die popnummers laten bewerken en dan soms heel ingewikkeld laten bewerken, zodat het echt net klassieke muziek lijkt. Dat wilde ik niet. Ik wilde originele, klassieke, hedendaagse muziek geïnspireerd op Prince. Dus ik heb een nummer, dat heet Sign of the New Times van Guillermo Lago, also known as Willem van Merwijk. En dat gaat op de baslijn van Sign of the Times. Piepoem, poem, poem. Pip, piepoem, poem. En daar heeft hij een soort impressionistisch, bijna Debussyaans symfonisch gedicht, kamermuziekgedicht over gemaakt. Prachtig. David Dram, dat was eigenlijk een van de belangrijkste spillen in dit project. Ik ging naar David toe, want ik dacht van ik moet bij hem zijn. Die jongen, ik werk al heel lang met hem. Die jongen die kan mij daarover adviseren. Die kan mij in goede banen leiden. Ik wilde een pop-cd maken. Maar dan geen echte pop-cd, maar een hedendaagse. Nou ja, goed, wat ik net uitlegde, maar dan met pop in het algemeen. Dus ik dacht, ik neem mijn beste popnummers. Red Hot Chili Peppers, Living Color. Geloof het of niet, Eric Clapton vond ik ook erg goed. En daar wilde ik iets mee. Prince.
En toen zei hij, nou, je moet het meer specifiek maken, zodat je, zodat het project meer richting heeft. En dat je ook misschien nog, als dit een succes is, dat je er verder kan. Dat je met een andere artiest iets kan doen. Toen zei ik, nou, dan is er maar één mogelijk. Dat is Prince. Dan ga ik hem met Prince doen. Oké, okay, nou, dat is even een hele korte samenvatting van een vrij lang gesprek bij hem in de tuin. En een paar maanden daarna had hij het eerste stuk van de cd volgens mij af. Dat was hij of Wijnand van Klaveren. Dat heette In the Beginning. En het is een medley geworden van allemaal beginnetjes van Prince nummers die hij heeft gesampled. Dus niet de nummers zelf, maar de beginnetjes daarvan. David heeft eigenlijk, er was nog een heel, nog een kwartiertje met de buurman aan de lijn gehangen om erachter te komen of dit nou een originele David Graham compositie is of toch nog een originele Prince compositie. Bleek toch een originele Prince compositie zijn, maar dan weer geen medley. Want het bestaat uit, ik geloof, een stuk of 36 Prince nummers en dat zou wel een hele heftige administratie opleveren. Dus zo heeft David het gehad, maar het andere stuk wat David heeft gemaakt, dat heet 7 Hours and 15 Days. En dat is veel abstracter gebaseerd op Prince. Dus tussen twee stukken van David zit al veel variatie. 7 Hours and 15 Days, dat is de eerste regel van Nothing Compares to You natuurlijk. En Sinead heeft daar een net iets andere tekst op gemaakt dan Prince heeft gedaan. Een net iets ander akkoord. En er zitten bepaalde verhoudingen in het liedje, bepaalde getallen die David heeft gebruikt in zijn compositie. Renske Vrolijk heeft ook zoiets gedaan. Een paar jaar geleden heeft Prince een behoorlijk clichématig, maar toch wederom geniaal nummer uitgebracht. Te Amo Corazon. Dat was een singeltje toen. Een heel gek nummer, heeft het ook niet echt gehaald als hitje, geloof ik. En ik heb aan Renske gevraagd, kan jij er iets mee doen? Dus die heeft de melodie van die Prince daar zingt, heeft ze helemaal uit elkaar getrokken tot een soort cantus firmus. En heeft er een typisch Renske Vrolijk stuk van gemaakt. Jorrit Dijkstra heeft The Ballad of Dorothy Parker gehercomponeerd. Dat stuk heet nu Flirt en heeft een paar elementen uit het stuk genomen en daar bijna een soort minimal-achtig ding over gemaakt. Nou ja, zo staat de hele cd vol. Wijnand van Klaveren is ook nog wel heel leuk om te noemen, omdat hij echt klassieke muziek van Prince heeft gemaakt. Dus gewoon klassieke, tonale, laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse stukken van heeft gemaakt. Op Purple Rain, Thieves in the Temple, Diamonds and Pearls. Saxofoon is al een soort crossover instrument, tenminste in de beleving van mensen. En ik ben zelf ook een soort crossover muzikus, dus ik ben al het crossover element zelf met mijn instrument, vond ik. En Prince en hedendaagse muziek en nou, het hele concept van, van de cd en het project is ook al crossover. Dus ik wilde er iets heel erg klassieks bij hebben. Dat vind ik toch het strijkkwartet. Voor mij is het strijkkwartet veel meer dan het symfonieorkest. Het archetype van de klassieke muziek, maar ik wilde toch al een beetje bas bij hebben. Dus ik heb, Wilmar de Visser gevraagd of die het een en ander wou komen versterken, dat wou die. Dus ik wilde geen Michael Nyman band of een Steve Martin band of zo, dat wilde ik niet. Want ik wilde echt klassieke, hedendaagse muziek. En daar wilde ik geen concessies op maken. En die remix die ik erachter heb gezet, dat is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, een idee van een vriend van mij. Een van mijn beste vrienden, Ivo Bol, die componeert onder naam Vinkerpees, dat is de laatste track op de cd. En die heeft een van de stukken geremixed. En alle geluiden die je hoort komen van het stuk Silent New Times van Willem van Merwijk, Guillermo Lago. Maar hij heeft ze zo gemanipuleerd dat ze bijna elektronisch lijken. En dat ja, vind ik toch wel heel erg interessant. Misschien is dat ook eigenlijk wel het bruggetje met de popmuziek. Het is toch wel een echt klassiek hedendaags project. Het moest geen crossover project worden in de eerste plaats, maar ik wilde dat het hedendaagse muziek zou worden zonder concessies. Ja, er komt zeker een vervolg. Live in Color waarschijnlijk niet. Dat is nou echt een rock'n'roll. En dat zie ik niet zo. Dat gaat heel erg om de groove en veel minder om de melodie en de harmonie. Dus ik denk dat minder mogelijkheden heeft, maar en dat is toch ook wel rock and roll, maar Beck, daar ga ik iets mee doen. Die heeft in december een plaatje uitgebracht en ik speel een jaar met dit idee. Maar als je alles alleen doet, dan komt alles zoveel op je af. Je hebt zoveel ideeën, dat niet zoveel tijd om het uit te werken. Maar ik ga volgend jaar met Ethel String Quartet uit New York ga ik een Beck project doen. Muziek rondom de nieuwe
plaat, bladmuziek, want die plaat is alleen op bladmuziek uitgekomen, Songreader van Beck.